De tijd leek stilgestaan te hebben woensdagmiddag in de kerk van Achlem. Een bulderende dominee Zelle was teruggekeerd. In de persoon van toneelspeler Frederik Smink herleeft Zelle. Wie hem gekend hebben, herkennen hem direct. Zelle, een fanatiek sporter, een Spartaans levende man, een man die zich door niemand liet dwingen, verre familie van Mata Hari, maar bovenal een legendarisch vertolker van Gods woord. Zelle buldert, zingt en springt. De kerken zitten doorgaans vol als Zelle komt preken. Laat ons bidden. Wij bidden u voor een andere regering. Een regering die meer luistert naar uw woord. Want we zien de verschrikkelijke ontzedelijking in ons vaderland. Als we zien op al die abortusklinieken die vrij in bedrijf zijn. Als we zien op vrije liefde, vrije homofilie, dan worden we bang te moeden. En dat alles wordt getolereerd. Ja, dat wordt zelfs gestimuleerd door een regering. Zijn bezoek aan dorpen waar hij komt prediken zijn vermaard. Men weet, Zelle moet ontvangen worden met een stevige tot zeer stevige maaltijd die hij tot de laatste kruimel of schep pudding verorbert. En weet u wel wat Abraham Kuyper daarvan zei? Hij zei, hoe meer ik studeer, hoe meer ik tot de conclusie kom dat ik feilings niks weet. Frederik Smink kroop in de huid van Zelle in de gelijknamige voorstelling van Triater. En dat is op dvd vastgelegd door ACB Studio in Wommels. Zelle daalde woensdag af uit hogere sferen om zijn omkezissers Johannes en Rimmert Zelle de eerste dvd's aan te bieden. Dat mag wat mij betreft dan wel. Nu ga ik verder als Frederik. Kijk, Rimmert en Johan. Bij deze wil ik graag jullie de officiële eerste dvd van Zelle overhandigen. Hij is opgenomen in het theater Sneek, waar ik jullie ooit ook wel bij de voorstelling heb gezien. Ja. Hoe is de performance van Smink? Hoe doet hij het? Ja, ik vind het ontzettend goed, eerlijk gezegd. Ja, ik kan me er levendig iets mee voorstellen dat mijn oom zo zou hebben gepreekt. Meneer Zelle, er is een dvd van uw preek verschenen. Ja, dat heb ik kunnen constateren, dat er een dvd verschenen is. Kijk, zelf heb ik daar natuurlijk geen apparatuur voor. Hè. Ik heb geen dvd players, heten die dingen, hebben ze mij uitgelegd. Die heb ik niet. Sober levende man? Ja, dat wel. Hij verzorgde zelf ook slecht hoor. Hij kookte niet fatsoenlijk wat uit blik. Dus hij moest zondags bij de ouderlingen weer bijvullen, zeg maar, bijtanken. Hè. Daar had hij alles op. En hij was niet verzekerd. He, want hij heeft suikerziekte gehad, daardoor is hij misschien ook wat vroeger overleden. Hij had helemaal geen verzekering, hij deed er niks aan. Wat is uw boodschap? Ja, mijn boodschap is, kijk, dat de mensen in een vreselijke wereld toch moeten beseffen dat het zomaar afgelopen kan zijn. En als je dat in het gewone leven daar niet rekening mee houdt, dan kun je zomaar naar de hel gaan. Hè? Kijk, er zijn twee wegen. Eén weg is naar de hemel, een andere weg is naar de hel. Een tussenweg is er niet. Wat voor man was het? Ja, een excentriekeling. Die vooral zijn eigen gang ging. En op zijn manier het domineeschap invulde. Ja. Wat was zijn manier? Nou ja, in ieder geval wel op een bijzondere manier, zeg maar, zijn eigen ideeën naar voren brengen. En dat deden de meeste dominees niet. Hè. Ja, wel politiek geëngageerd. En ja, hel en verdoemenis prediken. Hè. Zend eruit het Armageddon dat eenmaal komen zal.